via Cultura Weekend Magazine. Met Evert Toen over zijn passie voor Ierse folk en zijn nieuwste single. Aangeschoven is inmiddels Evert Toen. Goedemorgen, Eve. Goedemorgen. Fijn dat jij kon komen. Om over jouw passie te praten. Ja. Ierse folkmuziek. Ja. Daar zie je er een beetje uit als een oude Ier. Dat klopt, ja. Ja. Hoe is die passie zo ontstaan? Dat is eigenlijk begonnen ooit. Ik was altijd fan van Golden Earring, Rolling Stones, noem maar op. Vind ik nog allemaal geweldig. Maar mijn broer die was een keer zijn LP's aan het opruimen. Dat is 40 jaar geleden of zo. En toen had hij een aantal die hij wegdeed. En er zat er eentje bij van de Dubliners. Ja. Ik had er nooit van gehoord. Oh. Nou, ik zal je verklappen. Ik woonde vroeger in Apeldoorn. En ik heb de Dubliners ooit een keer naar Apeldoorn gehaald voor een optreden. Ja. Omdat ik ze geweldig vond, 40 jaar geleden al. Ja. Ze waren een jaar of 10 geleden ook in Rotterdam in de Doelen. Ja, heel vaak. Zijn onze kinderen zelfs, die waren in 3 steden gekomen om te luisteren. Ja. En wij zijn er dol op. Nou heeft Ierland sowieso een hele brede muziek- en popmuziekhistorie. Maar de Dubliners op jouw genre, die zijn wel wereldberoemd, ja, hè? Ja, dat soort muziek, van de moderne Ierse muziek hou ik ook wel van. Maar de echte oude, originele muziek van Ierland. Dat heeft iets van een mysterie. Echt, de klanken op de instrumenten. Je waant je eigen echt in een mistig gebied. Ja. Met hier en daar wat schapen en bergen en stenen muurtjes. Dat soort dingen. Ja, maar ik zou bijna zeggen, zoals je in Amerika geen opleving van popmuziek en soul zou hebben gehad zonder de gospel en de kerkkoren, waar bijvoorbeeld Aretha Franklin ooit in groot geworden is, had je die muziek ook niet gehad. Zo heb je in Ierland, had je die cultuur niet gehad als het niet gefundeerd was met... Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Maar het is ook nog zo dat de Amerikaanse country zou ik zeggen wel, dat stamt af van de Ierse volk. Ja. Want dat hebben de Ieren, 10 miljoen toen die tijd, die naar Amerika toe. Ja, zijn dat heel die hebben de muziek meegenomen. Ja. En dat zo is de country een beetje ontstaan. Ja, er zijn natuurlijk heel veel Ieren in die tijd vanuit Ierland, vanuit het toen heel arme Ierland, voor hun nieuwe toekomst naar Amerika getrokken. Een Ierse schrijver, de schrijver van Angela's Ashes, beschrijft dat ook heel uitgebreid. Ja, ja. Dus dat is heel boeiend. Maar dus logisch dat die muziek ook, mensen nemen hun muziek mee. Ja. Maar dan nog, je krijgt een paar LP's van je broer. Maar dan hoef je nog niet zo doorgevangen te worden als jij er toch doorgevangen bent. Maar ik draaide die LP en ik dacht, dat is leuke muziek. Hm. En helemaal grijs gedraaid. Ja, en dan ga je bij, net als wat we hier in Dordtveel hebben, uitdragerijen zeg maar. Daar ga je zoeken naar LP's en dan ga je ze ook vinden. Ja. En dan op een gegeven moment heb je er zoveel. Dan denk je van, ik heb het nu wel gehad, maar dat is niet waar. Want de Dubliners hebben misschien wel 7, 8, misschien wel meer platenmaatschappijen gehad. En elke platenmaatschappij, die bracht weer een LP uit van de vorige, met een andere hoes eromheen. Mm-hmm. Dus als je dan toch verzamelaar bent, dan koop je die ook. Ja. En zo is de verzameling eigenlijk ontstaan. Maar mijn passie voor de Dubliners, dat was eigenlijk een beetje over. Toen op een gegeven moment... de mensen overleden en het ging uit elkaar, het viel uit elkaar. Ja. En nu is er alleen, is er nog maar één, Sean Cannon, die is nog over. En dat is dan de Dublin Legend, maar die halen het niet bij de Dubliners natuurlijk. Nee, hij kan niet stoppen met zingen in ieder geval. Nee, hij kan niet stoppen met zingen. Ja. Ja, en toen zijn echt de Furies, dat is een oudere band, als de... Maar die spelen die toeren nog steeds. En de Furies zijn in ons leven gekomen. Want mijn vrouw Anneke, die is ook helemaal gek van de Furies. En ik ben eigenlijk wel een grote fan geworden. Hmm. En door Luit en Leni Kannegieter, op Papendrecht, daar overal alom bekend daar. Die hebben de Furies een keer naar Papendrecht gehaald. Hmm. En zo is dat eigenlijk begonnen. We leerden die mensen kennen. Helemaal top. Die doen alles voor de Furies. En zo zijn wij er een paar jaar geleden ook bij terechtgekomen.
En nu zitten we ook bij de Fury Family. Ja. En wij doen de promotie overal. En ja. Anneke en ik. En een beetje, ja, de hulpjes, zeg maar. Ja, dus ja, dat is geweldig. Je helpt ze gewoon ook als ze hier komen optreden. Ja, 19 optredens hier in Nederland altijd. Dan ga je dan zelf in het voorprogramma? Een naprogramma. Naprogramma. Ja, naprogramma. Ja, want ja, als je dicht bij het vuur zit, dan heb je wel eens dat ze jou als eerste vragen natuurlijk. Ja. Want je bent er toch. En was je nou je hele leven lang al wel actief in de muziek? Of is het echt op latere leeftijd ontstaan? Hoe heeft dat er bij jou uitgezien? Nou, mijn leven heeft er heel raar uitgezien eigenlijk. Ik ben begonnen met, ik wil mijn dieren wat gaan doen. In onze familie, wij hebben wat met dieren. Mm-hmm. En ja, ik gaf lezingen over vogels en dat soort dingen. En ik fokte zelf ook zeldzamere vogels. Die kreeg ik wel eens vanuit Blijdorp om te onderhouden. En die hele familie die had dan vogels. Dus ik wilde iets met dieren gaan doen. Maar dat vonden mijn ouders natuurlijk niet goed. Toen de tijd maakte die ouders uit wat je ging doen. Ja, dat moest een ordentelijk vak zijn waar je brood mee kon verdienen. Waar je brood mee kon verdienen. En hoe kan je nou met muziek maken en met schilderen? Want ik schilder ook, dat doe ik nog steeds trouwens. Ja. Vogels. Maar hoe, daar kan je brood niet mee verdienen, zei mijn ouders. En dus, jij moet timmerman worden of zo of wat. Nou, ik ben uiteindelijk meubelmaker geworden. En dat heb ik dan 45 jaar gedaan. Tot ik afgekeurd werd. Want ik heb een nierziekte. En toen ging ik helemaal los in de volkmuziek. Ja. Dat was gewoon al die jaren een gemiste kans geweest. Ja. Ik neem aan dat je al wel heel wat jaren gitaar speelde voordat je echt... Ja, ik ben 22 jaar geleden leerde ik Anneke kennen. Dat is 22 jaar geleden eigenlijk nog maar. En die had een gitaar in de kamer staan. Die was van de zoon. En... ik zeg, god, dat heb ik ook altijd willen leren. Maar dat is er nooit van gekomen bij ons thuis. Ja. Had niemand iets met muziek. En ik verder ook niet. En had ze me natuurlijk al opgegeven voor een gitaarles. Dus ik daarheen. Nou, dat heb ik een poosje gedaan, maar dat werd drie keer niks. Toen ben ik naar iemand anders een jaar later weer naar iemand anders gegaan voor gitaarles. En dat ging in het begin wel een stuk beter. Maar ja, als je Ierse volk wil spelen, dan wil je ook les krijgen in Ierse volk. Ja. En dat lukte niet. Dat moet je voelen, hè? Ja. Nu tegenwoordig speel ik ook wel andere muziek, hoor. Maar ja, en toen had ze me opgegeven voor zangles. Want ja, je moet erbij gaan zingen. Een ier die zingt. Ik zei, ja, je hebt wel gelijk, ja. Dus dat heb ik gedaan. En Gabi, dat was mijn zanglerares. Die ging verhuizen naar Londen. Want die had daar een baan aangeboden gekregen in de muziek. Ja. Ja, dus daar had ze wel iemand anders waar ik les van kon krijgen, maar ik zei, nou, dat doe ik niet. Ik ga het nu verder met wat ik geleerd heb en dat heb ik zo uitgebouwd. Dus ja, ik ben eigenlijk, toen ik 45 was of zo, ben ik eigenlijk pas met muziek begonnen. En zeg ik van, dat was wel een beetje een gemiste kans, ja. 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 Maar ja, ik neem niemand iets kwalijk hoor, want dat was heel normaal toen. Maar tegenwoordig, als ik dan onze kleinzoon zie... Ja, die kan dus doen wat hij wil. Maar die kan goed leren, daar gaat het niet over. Maar die kan worden wat hij wil. Maar in die tijd was dat niet zo. Ja. We gaan even naar een heel klein fragment kijken. Want je bent laatst door een collega van mij geïnterviewd. Ja. Jok de Aap. Ja, Jok. En een klein fragment hebben we daarvan. Dat is overigens ook straks te zien op via 078.nl. Dus we plaatsen dat soort programma's uiteindelijk ook op onze website. We gaan even kijken. Is het om geïnterviewd te worden door een aap? Je hebt wat met dieren. Ja, ik heb alles met dieren. Maar ja, geïnterviewd worden door een aap. Ja, het gekke is, je begint direct ook tegen die aap te praten. Ja. Want je gaat op een gegeven moment ga je gewoon denken dat die echt is. En misschien is die dat ook wel. Maar het was een heel leuk interview. Ja, nou weet ik dat een van de vragen die...
Jok aan jou stelde, was iets over een platenlabel. Ja, dat klopt. Vertel. Nou, wij zitten ook bij, Anneke en ik zitten ook bij de Sassenachts. Dat is een clan van zo'n 25 mensen. En die gaan naar grote festivals, allemaal eigen middeleeuwse tent, grote. En daar kwamen we regelmatig, we raakten aan de praat. En wij behoren nu ook tot die clan, we gaan overal mee naartoe. En toen was daar een nieuwjaarsfeestje, 2 jaar geleden of zo. En daar liep een Katie Keller. En Katie Keller is een Amerikaanse. En die is eigenaar van een platenlabel, mm-hmm. Friendly Folk Records. Ja. En daar zitten de Sassenachts ook bij. En toen heb ik een gesprek met haar gehad. En ze had mij een paar keer gehoord. En ja, over dat label, maar ja, ik voelde daar niet zoveel voor. En ik dacht, ja, allemaal beperkingen en zo. En toen later in de popcentrale speelde ik, zeg maar, in het voorprogramma van de Sassenachts. En toen was ze er ook weer. En toen had ze de man ook bij. En met de man even een praatje. En toen zegt ze, ja, ze komt niet voor de band hoor. Mm-hmm. Ze komt voor jouw stem. Ik zeg, oh, is dat zo? Ja, jij bent echt een doorleefde eerste stem, zegt ze. En die wil ze graag bij haar label hebben. Dus ja, maar ja, het werd weer niks natuurlijk. Tot we vorig jaar op een festival waren in Rijswijk. En toen sprak ze mijn vrouw aan. En zegt ze, ja, ik wil even zo graag bij hebben. Hoe denkt hij er nu over? Ze zegt, ja, misschien maak je een kans. Dus we zitten praten. We zijn op haar kantoor geweest een paar weken later. En ja, het is rondgekomen wat ik wilde. En ja, ik had wat eisen natuurlijk. Ja, wat gaat het betekenen voor je? Nou, voor mij betekent het dat ik bijvoorbeeld... vorige week is mijn 14 jaar geleden mijn eerste single uitgekomen... En ja, die is heel goed ontvangen. Want dat is een single, die kan je dan downloaden. Mm-hmm. En dan, ja, dan worden de mensen verzocht één eurotje over te maken, weet je wel. Als een aantal mensen dat doet, dan steun je de artiest. Dus ja. Gewoon naar Friendly Folk Records gaan en dan kom je vanzelf tegen. En ja, dat... Anneke die zorgt er wel voor dat ik overal promotie heb. Ja. Dus zij zorgt voor de buitenlandse, vooral Ierse folk sites. Ja. En ik sta er al op een stuk of 7, geloof ik. Maar die worden ook in Amerika, Canada, Rusland. Overal worden die sites bekeken. Ja. En het leuke is dat ik af en toe aan de keukentafel even een nummer opneem. Dat zetten we ook weer op al die sites. Mm-hmm. En dan wil je niet weten hoeveel reacties dat je daarop krijgt. Ja. En dat is zo leuk. En ja, mensen die zeggen, nou na een dag, dat was dan vanmorgen toevallig. Na een dag hard werken kom ik thuis, zet ik de muziek op en dan is het zo prettig om jouw stem te horen. En dat zijn wel steeds mensen die in hetzelfde kringetje zitten, maar toch. En zo krijg ik reactie overal vandaan. Uit Canada bijvoorbeeld, daar was ik op de radio de single. Daar werd de single werd gedraaid op de radio en dan krijg je reacties van mensen. Ik ken dit nummer, maar met een andere tekst. Mag ik jouw tekst? Dus nou, dan ruil je van tekst en zo. In Michigan ben ik ook al op de radio geweest. Allemaal, dat doet dat label voor mij. Ja. Die zorgt dat het nummer verspreid wordt. En nu zijn we bezig met een cd te maken. En ja, we hopen hem eind van het jaar klaar te hebben. Maar ja, ik ben echt Ier volgens mij. Ik heb Ierse roots. Want als het vandaag niet komt, dan komt het morgen wel. Ja, je bent we gaan eerst een pijn drinken. Zo werkt dat. Je bent een gereïncarneerde Ier. Ja, zo werkt dat, ja. Dat gaan we wel doen. En Katie zorgt voor optredens. Ja. En het eerste grote optreden op een festival had ze al, maar ja, door de corona. Ging dat even niet door, ja. Dus, en alle kleine, alle normale optredens, in de pubs hier in Nederland en zo. Net wel even één itemtje dan gemist, want Geeske nodigde jou eigenlijk min of meer uit van ga eens lekker in het Merwesteinpark optreden. Is dat een ruimte waar je goed terecht kan? Ja, daar kan ik wel goed terecht, ja. Ik speel wel meer buiten. Festivals dus, straatfestivals, ja. Op de boulevard van Noordwijk, tijdens het Levende Beelden Festival, dat soort dingen. Ja. Dus ik speel wel meer buiten. En in het park is gewoon gezellig, leuk. Mensen komen, mensen gaan. Die pakken wat flarden van de muziek mee en die vinden het leuk. En die gaan even later verder en dan komen weer nieuwe mensen. Ja. Dat vind ik gezellig. Is het nou ook de sfeer en het type muziek wat bij uitstek bij zo'n beleving past? Dat past daar helemaal bij. Ja. Dat is trouwens toch
Ierse muziek is best wel in opkomst, vind ik hoor. Mm-hmm. Want als je kijkt van een paar jaar geleden, in 2011 heb ik voor het eerst een liedje durven zingen op een podium bij Mets. Ja. En toen ging het in een stroomversnelling, toen kom ik bij de Silver Talent Show. En toen is het echt een stroomversnelling geworden. Ja. Maar ja, mensen die vinden die Ierse muziek wel, ja, wel leuk. Je hoeft er niet echt naar te luisteren, maar het is leuk achtergrond. Ja, ja. En dus, ja, het is, je hebt een groep luisteraars altijd en een groep die kletsen er gewoon doorheen, maar dat maakt me niet zoveel uit eigenlijk. Ik doe gewoon mijn ding. Whiskietje erbij. Ja, ja. Oké. Okay, Anneke, Eef zei het al met zoveel woorden, jij bent in de organisatie en op de achtergrond enorm actief om de Ierse muziek te promoten. Kun je iets vertellen over wat je daar allemaal voor doet? Ja, ik zorg voor optredens, ik stuur mailtjes. We gaan er ook persoonlijk heen en dan gewoon praten met een eigenaar. En ik doe het gewoon op mijn eigen manier en niet op de zakelijke manier. Ook de mailtjes niet. En dat spreekt aan. Ja, en gewoon gezellig, vriendelijk. Ja, ik stuurde naar Occasies in Den Haag een mail 's avonds om 11:00. Mm-hmm. En de andere ochtend om 10:00 hadden we al bevestiging dat hij mocht komen. Ja, dus en dat is niet de eerste de beste pub, hè? Nee. Die zijn eigenlijk als allerbeste van de hele wereld als Ierse pub. Al twee jaar achter elkaar. Gebied van hospitality. Ja. Mm-hmm. Nou, dat hebben wij meegemaakt vorige week. Ja. Dat kan niet beter. Nee. En dat, ja, het is een geweldige pub. En dan mag ik gaan spelen. Ja. En het leuke is dat wij komen eraan en de eigenaar staat de ramen te zemen. En eigenlijk zonder ons gezien te hebben, wist hij al gelijk van hé, dat is Eve die komt optreden. Ja. En dat gebeurt vaker. Dat was bij Melanie, de Ierse lunchroom in Spijkenissen ook. Mm-hmm. Ik stuurde een mailtje van ja, je wil wel hebben dat Eve op komt treden, maar kunnen we niet eerst kennis maken? Ja. Dus wij zijn er naartoe gegaan en toen was het gelijk van hé, dat is Eve die komt hier optreden. Ja, dus het is. Het is ook echt een band aangaan en daar volgt een optreden uit. Daar volgt heel vaak komt er een optreden uit. Ja. 14 jaar geleden, 3 weken geleden inmiddels. Ze schrijft er 4 aan en van 2 heb ik een optreden gehad. Dus dat is echt. En dat zijn vaak niet de eerste, de beste optredens. Ja. Dus en net als met die Furies ook. Je komt in alle grote theaters en dan mag je gewoon als afterparty. Mag je spelen, ja. En de mensen blijven hangen en die vinden dat leuk. Ja, jij mag zo ook even gaan spelen, want je zou hier je nieuwe single even ten gehoor brengen. Dus als jij je spullen pakt, vraag ik nog even aan Anneke één bijzonder moment. Want in die hele beroemde en goede pub in Den Haag gaan jullie ook de ambassadeur van Ierland ontmoeten? Ja, die hebben we al vaker ontmoet. Ja. Wij waren een keer op een feest van de Kladdag. En toen zou de ambassadeur ook komen met zijn gevolg. En ze hadden een hele mooie tafel hadden ze neergezet met alles erop en eraan. Maar hij komt binnen, hij kijkt naar Eve. Hij zegt, ik kom bij jou zitten en dan gaan we lekker een biertje drinken. En zo zijn we eigenlijk vrienden geworden. Hè? We zijn er al op de koffie geweest. Mm-hmm. En hij komt vaker in Occasies, die Ierse pub. En hij wil weer komen luisteren naar Eve. Ja. Dat is hartstikke leuk. Ja. Ik bedoel, dat is toch ook weer een bijzonder contact. Ja. Wij gaan nu even luisteren naar Eve. Het label levert op dat er een single is nu. En daar gaan we naar luisteren. Hoe heet het nummer? Het nummer heet Spencel Hill. Dat is een traditional. Een heel oud nummer. Hij is ooit geschreven door iemand natuurlijk. En niemand weet door wie. Te later is hij een keer herschreven nog. Maar het is een heel oud nummer. Spencel Hill is de oudste paardenmarkt van Ierland. Oké, we gaan luisteren. Komt jou. Last night as I lay dreaming of pleasant days gone by, me mind been bent on rambling to island tided fly. I stepped on board a vision and I followed with a will, and I shortly came to anchor at a cross on Spencer Hill.
It's been on the 23rd of June, the day before the fair, when Ireland sons and daughters in crowds assembled there. The young, the old, the brave and the bold came their joy to fulfill. There were jovial conversations at the fair at Spencer Hill. I went to see my neighbours, to hear what they may say. The old ones were all dead and gone, and the young ones turning grey. I met with Taylor quickly, he as bold as ever still. Sure he used to make me bridges when I live in Spencer Hill. I paid a flying visit to my first and only love. She's as white as any lily and as gentle as a dove. She threw her arms around me, saying, "Johnny, I love you still." Ah, she's now the farmer's daughter and the flower of Spencer Hill. I dreamed and held and kissed her as in the days of yore. She said, "Johnny, you're only joking," like many the times before. The cock, he crew in the morning, he grew both loud and shrill, and I awoke in California, many miles from Spencer Hill. Nou, het is sowieso een primeur om in de ochtendshow live muziek te hebben, dus dank je wel daarvoor. En de primeur dat het deze single was. Kunnen we je in de omgeving van Dordrecht binnenkort nog ergens zien? Nou, in de omgeving. Zondag is bij Kenisse. Ah, dat is redelijk in de omgeving. Dat is redelijk in de omgeving. En ja, voor de rest, hier in Dordrecht niet. Nee, bij Kenisse wel. Dus, dan wordt het toch tijd voor dat Merwesteinpark een keertje. Lijkt me hartstikke leuk om mee te maken.